mijn levensonderhoud hier is echt veel goedkoper dan dat het in Nederland zou zijn in dezelfde situatie. Want ik heb alles voor het geld wat ik zeg maar maandelijks afdraag. En je kunt hier fantastische huizen huren die echt met een geweldig uitzicht en 4 kamers en hartstikke modern op een berg met zwembad. Ja, dan ben je $1,500-$2,000 kwijt. Tegelijkertijd vind je die plekken ook veel beter als je netwerk hebt. En ik heb wel serieus netwerk hier inmiddels gecreëerd. Kreeg ik in 2021 een inzicht dat ik naar de jungle ging, moest gaan van Costa Rica. Nou ja, ik heb de reis geboekt met mijn beste vriendin en we zijn hier 6 weken geweest. En ik kwam hier en ik had geen idee waarom ik hier was. Costa Rica was nog nooit op mijn netvlies geweest en ik stap uit het vliegveld en ik had echt zoiets van ja, dit voelt heel erg goed. Voor mensen is het natuurlijk wel lastig om te zeggen, ga ik nou naar Mexico of ga ik nou naar Costa Rica toe of ga ik naar Panama toe? De klimaat is denk ik hetzelfde, er wordt overal Spaans gesproken. Wat is het verschil voor jou, behalve het spirituele? Als we kijken naar bijvoorbeeld de coronamaatregelen in de coronatijd. Hoe ging men daarmee om in Costa Rica? Denk jij er ook wel eens over na om uit Nederland te vertrekken? Omdat bepaalde ontwikkelingen hier niet bepaald gunstig lijken te zijn? Ben je op zoek naar een plek in de wereld waar jij jouw leven kunt blijven leven zoals jij dat zelf wilt? Maar weet je niet goed waar je dan precies naartoe zou willen gaan? Mijn naam is Pim van Rijswijk en ik heet je van harte welkom bij een goed gesprek bij de Springplank voor Vertrek. In deze podcast zal ik verhalen ontsluiten die verteld mogen worden. Verhalen die jou zullen informeren en wellicht enthousiasmeren en die kunnen dienen als jouw springplank voor vertrek. Welkom dames en heren bij deze alweer 11e aflevering van een goed gesprek bij de Springplank voor Vertrek. Vorige week hebben we gesproken met Marcel Duits in Tsjechië. Het was een bijzonder interessante podcast. Ik raad iedereen aan naar te kijken. Vandaag ga ik praten met Danielle Braamhaar in Costa Rica. Danielle, welkom. Dankjewel. Superleuk dat je in de podcast bent. We hebben net eventjes een voorgesprek gehad waarbij je me al hebt meegenomen door het prachtige land. Fantastisch. Ook heel leuk om te horen hoe je er bent gekomen. Maar om te beginnen eigenlijk, ja, wie ben jij en waarom ben jij uit Nederland weggegaan? Ja, wie ben ik? Dat is altijd een hele grote vraag. Laat ik gewoon even beginnen met heel simpel mijn achtergrond. Want dat is waar mensen mee resoneren als het gaat over wie je bent. Ik ben geboren in Nederland. Ik heb alles gedaan wat van mij verwacht werd. Dus ik heb fantastische universitaire studies, mooie carrière gehad. Ik ben heel lang directeur van een bank geweest. En vervolgens kwam een life-changing event. En moest ik mijn hele leven transformeren. Wat was die life-changing event? Ja, ik had een preventief darmonderzoek. En ik was gezond. Dus na dat onderzoek zeiden ze van prima, alles gezond tot over 2 jaar. Dat was omdat dat in mijn familie zit, erfelijke darmkanker. En ik werd eigenlijk 2 dagen later echt ontzettend ziek. Met alle gevolgen van dien. Ze hadden mij geperforeerd in mijn darmen. Ik kan er nu heel zakelijk over praten, omdat het gewoon echt al een tijd geleden is. En met alle gevolgen van dien, zware operatie en uiteindelijk in een week in het ziekenhuis en een bijna doodervaring. Wauw. En dan wordt het leven anders, maar dat besefte ik op dat moment nog niet. Want ik wilde heel erg snel weer aan het werk. Ik ben na 3 weken ook weer aan het werk gegaan. En toen verloor ik ook nog mijn baan. Want we gingen fuseren en er ging een... ze kozen voor een andere directeur. En dat zat ik. Ik moest het leven opnieuw gaan uitvinden. En dan praten we over welk jaar? Dit was in 2012, 2013, 2014. Oké. Okay. Ja. 10 jaar geleden. Ja. 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 En toen? Nou ja, je zou kunnen zeggen dat ik compleet ben vastgedraaid in de Nederlandse systemen. De wijze waarop ik opgevoed was, hard werken voor je geld, bijdragen aan de samenleving, goede carrière. Dat viel in één keer weg en ik dacht dat ik met
ja, met al mijn papieren en al mijn ervaring, 20 jaar leidinggevende directieervaring, wel ergens een nieuwe uitdaging ging krijgen. En dat, ja, dat was niet het geval. Dus wat er eigenlijk gebeurde, ik solliciteerde en ik liep aan tegen ja, recruiters, algoritmen van LinkedIn. Het was heel simpel, of ik was overgekwalificeerd, of ik had niet geen ervaring in de juiste branche. En dat is nou ja, 2-3 jaar zo doorgegaan. Ja. Dus je wist hoe vaak ik mijn cv had veranderd. En dan een beetje links en een beetje rechts tweaken. En, maar het mocht niet baten. Ja, vervolgens werd ik dus ja, toch, toen op dat moment wilde ik dat niet erkennen. Maar ik werd eigenlijk gewoon hartstikke depressief. Maar je bent dus vastgelopen in de rat race. Ja, nou eigenlijk niet zozeer, maar vooral in het niet meer mee kunnen doen aan die rat race. Dus ja. Op een gegeven moment, hè, dus ik wilde heel graag, ik wilde gewoon verder met wat ik deed. En dat, ja, dat mocht niet zo, dat ging niet zo zoals ik dat wilde. Ja, dat betekent uiteindelijk dat je alleen maar zorgen krijgt. Ik alleen maar zorgen kreeg. Niet, dat bouwt zich natuurlijk op. Op een gegeven moment denk je van, ja, ik heb een huis gebaseerd op een hypotheek en een inkomen wat totaal anders was dan dat ik ja, nu al 2-3 jaar niet meer heb. En hoe ga ik nu verder? En nou, ondertussen, dan is er eigenlijk maar één weg die er te gaan is. En dat is, nou, laten we maar even het spirituele pad noemen. Je kunt het ook noemen, wie ben ik nu als persoon en wat zijn mijn talenten? En, de nou, weg naar binnen. Nou, ja, en wat gebeurt er nou in de buitenwereld? Ja. En ja, dat was een behoorlijke, ook een behoorlijke puzzeltocht. Want enerzijds ben je dan daarmee bezig. Tegelijkertijd heb je ook nog je buitenwereld uitdagingen. Want ja, er moeten toch rekeningen betaald worden. En je moet boodschappen kopen. En nou ja, het werd, ja, je hebt je 3D-wereld, je 4D en je 5D. Ja. Ja, bovendien was het ook nog zo dat, we hebben het hier over 2014, 15, 16, daar. Hè? Het voelde ook nog, hè, en, kijk, wat er ook gebeurt, mijn hele omgeving, alle mensen waar ik van hou, die hadden geen idee wat er met mij aan de hand was. Die hadden echt zoiets van, wat is ze aan het doen? Het gaat, en dus je krijgt ook nog alle zorgen van de mensen die van je houden over je heen. En ja, dat is een vrij eenzaam proces. En ik had ook geen idee hoe ik eruit moest komen. En behalve dat ik maar door ging en maar zag dat het ergens een keer goed kwam. En, even, ik onderbreek je even hoor. Jij vertelde dus inderdaad van je liep vast in de rat race. En je zegt, en dan is er maar één weg. Dat is dus de weg naar binnen. Innerlijk werk, dingen gaan doen. En hoe heb je dat aangepakt? Wat heb je gedaan daarvoor? Ja, dat voert misschien een beetje te ver om dat in deze podcast allemaal te benoemen. Maar ik kon op een gegeven moment kiezen. Ik moet ergens uitkomen. Dan kan je kiezen tussen antidepressiva of het alternatieve, de plantmedicijnen van de Zuid-Amerikaanse landen. En daar heb ik voor gekozen. En dat is een heel intensief pad geworden. Ook een heel bijzonder pad waar ik echt ook wel nou, achteraf gezien heel dankbaar voor ben. En ondertussen heb ik superveel gecreëerd. Waaronder het businessmodel wat ik nu zeg maar heb. Maar ook heel veel inzicht gekregen waar ik ja, nu mensen mee kan inspireren en een gids kan zijn. En, ja, je hebt het dan over ayahuasca waarschijnlijk. Ik heb dat zelf ook 6 keer gedaan inmiddels. Ik heb dat in Nederland 6 keer gedaan, een ayahuasca ceremonie mee mogen maken. En dat is inderdaad, dat zijn prachtige ceremonies, prachtig om dat te mogen ervaren. En wat een onwijze inzichten en kennis
krijg je inderdaad vanuit zo'n ceremonie aangereikt. En ik heb wel eens zelf gekscherend gezegd dat ik ben nooit een jaar op wereldreis geweest, maar ik zou me kunnen voorstellen dat één ayahuasca-ceremonie nog meer inzichten geeft dan een jaar op wereldreis. Ja, maar ik denk ook meer inzichten dan 10 psychiatrische sessies wat dan ook. Ja. Ja, goed, lang verhaal kort. Ik heb dat uiteindelijk, heb ik dat zelf gemaakt. Moest ik dat zelf koken. En ik heb daar 3 jaar lang echt zoveel inzichten van gekregen. Dat heb ik ook, mijn verhaal heb ik min of meer verwoord in een roman. Maar echt een dark night of the soul, laten we het zo maar even noemen. En elke keer zei met het doel van een onbekend doel, daarvoor doe je dit. En ja, dat is wel echt serieus vertrouwen houden in je eigen pad. En dat gaat de ene dag beter dan de andere dag. En uiteindelijk toen 2020 kwam en de coronaperiode kwam en ik zag wat er in mijn buitenwereld gebeurde, toen begreep ik eigenlijk pas waarom ik dat pad had gelopen. Ja. Want, dus ik ga even terug. 2014, 15, 16 zat je dus, zeg maar, liep je vast. Toen heb je dus een aantal jaar gebruikt voor je innerlijke reis. Om antwoorden te vinden over het verder bewandelen van je levenspad. Tot 2020 dus aanbrak in de corona die brak. En je dacht van oké, het is nu klaar, ik ben weg. Ja, want ik bedacht toen in één keer, dacht ik, oh, waar ik in heb gezeten, daar gaat mijn hele omgeving nu in, gaat dat nu meemaken. En in de, dus vervolgens, om dit verhaal even af te ronden, kreeg ik in 2021 een inzicht dat ik naar de jungle moest gaan van Costa Rica. En ik heb de reis geboekt met mijn beste vriendin en we zijn hier 6 weken geweest. En ik kwam hier en ik had geen idee waarom ik hier was. Maar goed, ik heb mijn hele leven heel veel gereisd, de hele wereld, voor zover dat kan, gezien. En Costa Rica was nog nooit op mijn netvlies geweest. En ik stap uit het vliegveld en ik had echt zoiets van, ja, dit voelt heel erg goed. Dus dit was 2021. Als je nu naar de tijdlijn van Nederland kijkt, jij noemt dat dan wakker. Ik vind dat een moeilijk woord, maar laten we het daar even ophouden. Het is zo lekker makkelijk, want iedereen weet wat je ermee bedoelt. Ja, dat klopt. Hè. En woorden zijn woorden, dus moeten we ook niet al te veel, de intentie gaat het over. Maar als ik even gewoon kijk naar wat er nu gebeurt in Nederland en hoe snel het allemaal is gegaan in 4 jaar, wat er allemaal is veranderd. Wat gebeurt er nu in Nederland? Mensen krijgen te maken met hetzelfde waar ik te maken mee heb gehad. En dat is dat alle systemen in Nederland, hè, en nogmaals, hè, dit kan op vele plekken in de wereld zijn, maar ik heb in Nederland gewoond, dus ik hou het ook even bij Nederland. Ik zie dat we hebben allerlei crisis. Crisis die allemaal, zeg maar hoe ze ontstaan. Hè? Het is oliecrisis, het is oorlog, er worden overal in meegetrokken. Energiecrisis. Mensen zijn op zoek naar hoe het echt zit. Hè? Ik hoor zoveel mensen over wat de waarheid is. En hoe de feiten zijn. En dat snap ik ook, hè, want dat is ook het eerste pad, de eerste fase waar je in moet zitten om te begrijpen. Ja, dat je toch uiteindelijk waarschijnlijk die innerreis moet gaan maken. Maar op de een of andere manier, kan ik het maar op één manier duiden, dat is wij hebben als mens, als westerse Nederlands mens, hebben wij onze macht weggegeven. We hebben alle macht aan grote, aan overheden, aan instanties, technologie. We hebben alles weggegeven. We hebben niets meer in onze eigen hand. En dan kan je van aan de ene kant van zeggen, dat is makkelijk. Ja, dat is ook makkelijk. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, iemand anders die de macht dan heeft,
die kan de regels ook in één keer veranderen. Ja, dus als in plaats van dat we autonoom zijn, autonoom mens zijn, hebben we onze autonomie weggegeven aan systemen, aan overheden, aan corporaties, et cetera. En was dat wel gevoelsmatig, makkelijk en comfortabel, maar hebben we daarmee dus ook een hele grote prijs betaald achteraf? Ja, eigenlijk zijn al onze systemen, waar je ook kijkt, op een gegeven moment als je het ziet, kan je het ook niet meer niets meer zien. Hè? En nogmaals, hè, op een gegeven moment aan het einde van mijn eigen reis kan ik de voordelen en de nadelen er weer van zien. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat al dat hele samen in Nederland, dat gaat compleet over de slachtofferdriehoek, continu. Iemand is de schuld van mijn problemen. En dan moet X, Y of Z dat oplossen voor mij. Ja, daardoor kom je nog verder in die systemen te zitten. En dan heb je allerlei helpers, wat ook geen vrijheid geeft. En als je het echt nog heel erg afpelt, dan gaat gewoon de hele programmering, hè, de software van de mens in Nederland. En nogmaals, dat is niet alleen in Nederland, hè. Die gaat alleen maar over competitie, schuld, schaamte, jaloezie en hebzucht. En iedereen, dat zit in iedereen. Dat zijn die paradigma's waar je het over hebt, hè? Dat zijn de onderliggende, dat is het onderliggende mechanisme ervan. Ja, ja. Ja, ja, en het is een behoorlijke uitdaging om dat te analyseren, om te begrijpen hoe jij daar zelf in zit. En dat vergt ook heel veel, zeg maar, in je eigen spiegel kijken. En dat werk heb ik een paar jaar gedaan. En vervolgens ben ik in Costa Rica terechtgekomen. En zie ik wat er om mij heen in Nederland gebeurt. En ik noem dat even het 15 miljoen mensen gevoel, hè? Dat lied van Fluitsma en Fontijn. En het gaat mij even niet om de hoeveelheid mensen, maar wel over het gevoel wat dat lied overbracht. Een gevoel van saamhorigheid, toch wel wat wat burgerlijke ongehoorzaamheid. Dan moesten we om lachen, als het maar niet te groot ongeluk gaf. Het ging over met elkaar feest vieren op Koninginnedag en noem maar op. Ja, en ik zie eigenlijk sinds de coronaperiode alleen maar mensen die elkaar vertellen hoe het moet. Gelijk, ongelijk, jij hebt gelijk, ik heb geen gelijk. En wat dat doet is, het haalt mensen uit elkaar. Het drijft mensen uit elkaar. En, we zijn erg aan het polariseren, hè? Ja, nou bestaat onze aarde ook uit polarisaties, hè? Dus dat is. Maar de vraag is. Dualiteiten en polarisaties. Ja, maar de vraag is: wie bepaalt of iets goed of fout is? Nou ja, de vraag stellen is een beantwoorden. Ja, volgens mij jijzelf als persoon. Wat zijn jouw normen en wat zijn jouw waarden? En ik schrik bijvoorbeeld. Nou, kijk, wat ik zelf merk in mijn omgeving. Ik spreek natuurlijk heel veel mensen de laatste tijd ook in de voorbereiding op de masterclass die we organiseren. Ook voor de podcast. En dat is dat mensen er wel klaar mee zijn. Ze kunnen er niet echt hun vinger erop leggen. Ondernemers merken gewoon dat alles tegen zit. Iedere keer wordt die bankschroef verder aangedraaid met regelgeving. Omzet loopt terug, kosten worden hoger, regelgeving loopt op. En het is iedere keer weer ze hebben al geen vet meer op hun botten. Hè? Dat is natuurlijk bij heel veel bedrijven al verdampt. Dat het gewoon steeds moeilijker wordt. Maar in algehele zin, de mensen vinden het klimaat, het leefklimaat, gewoon niet meer prettig. De omgang met elkaar, de sociale cohesie. Iedereen heeft het idee dat ze in een snelkookpan zitten en langzaamaan worden vermorzeld.
Nou ja, het grappige is, dat zie je dus ook. En dat is ook, en nogmaals, hè, het is niet zo dat ik nu zeg dat dit is een pad, een proces waar het collectief van Nederland in zit. En ik ben daar ook geweest. Alleen dan in een andere tijd en in een andere vorm. Maar als je al kijkt hoe weinig mensen elkaar nog echt in de ogen kijken. Als je kijkt, je komt mensen op straat tegen tijdens de wandeling. En proberen al een beetje weg te kijken en noem maar op. En ja, dat is voor mij wel een teken dat mensen steeds slechter in hun vel zitten. En juist dan, even in zo'n periode, heb je elkaar heel hard nodig. Ja, maar heel concreet, hè? Wat is nou precies de reden geweest dat je bent vertrokken uit Nederland? Nou, op een gegeven moment heb ik dus tijdens die tienjarige proces heb ik superveel gecreëerd, waaronder mijn businessmodel van nu. Met de kennis die ik daar allemaal heb opgedaan en heb gekregen. En ik wilde ook gewoon terug naar Costa Rica, want ik had eigenlijk in 2021 geen zin om terug te gaan naar Nederland. Maar ik had nog wat dingen af te ronden. Dus ik heb daar mijn huis verkocht. En mijn zoon die ging studeren. Dus hij moest ook zijn plek vinden. En uiteindelijk ben ik in april naar Costa Rica gegaan met het idee van, ja, ik zie wel hoe het leven even loopt. Ik moet even uit deze hele setting. En ik zie wel even hoe het mij in Costa Rica vergaat. En ik ben hier na 10 maanden nog. En ik heb echt, ja, het is echt een proces, hè. De eerste maanden heb ik echt heel vaak gehad. Ik ga dat going back and forth van, laten we maar weer normaal doen. Ik ga naar huis. Ik mis mijn familie. En dat zijn dan op de momenten dat je even wat eenzamer voelt. Laten we dat maar even zo noemen. Ik heb in negen maanden hier gewoon echt serieus veel gecreëerd. Ik heb hier een netwerk gecreëerd. Ik heb superveel geleerd over het land. Ik heb heel erg veel. We hebben hier twee. Ja, dat is dan ook polarisatie. Twee grote stromingen aan mensen. Hè? De ene noemen we dan de zogenaamde Tico's. Dat zijn de originele Costa Ricanen. En dan hebben we de buitenlanders en die noemen ze Gringo's. En het gebied waar ik woon, daar zitten echt veel. Daar wonen ook gewoon een grote Amerikaanse community. De Costa Ricanen. Maken contact met je. Je wordt hier opgenomen in de gemeenschap. Je wordt uitgenodigd in hun huis. Je mag meedoen met hun familiedinees. Het is echt, ja, het is een heel warm bad. Ja. Nou, wat eventjes grappig is, om even terug te kijken. Jij hebt de keuze voor Costa Rica is dus gewoon op basis van de ingeving. Ja. Ja. En ik heb al meer mensen in mijn podcast gehad. En ik begin een beetje een rode draad daarin te zien. Dat er helemaal geen hele zware, doordachte gedachten achter zitten om voor een land te kiezen. Een aantal mensen die ik heb gesproken hebben dat gewoon op basis van ingeving gedaan. Gevoel en ingeving. En vervolgens zeggen ze dan, dus dat is de reden waarom ze voor een land kozen. En als ik ze vraag van oké, hoe kan je dan beoordelen of een land bij je past? Zeiden ze allemaal gewoon voelen, kijken of het resoneert, kijken of het bij je past. En dan dat spirituele bekijken of dat land inderdaad resoneert met jou. Ja, klopt. En wat hier wel is, en dat is, kijk, je kunt hier supergoed met Engels terecht. Dus eigenlijk omdat er ook gewoon veel Amerikanen hier wonen. Wordt hier ook gewoon dagelijks gewoon overal Engels gesproken. Alleen, als je echt Costa Ricanen wil leren kennen, dan zul je gewoon Spaans moeten kunnen spreken op het niveau van
ja, op een gevoelsniveau. Anders is er geen communicatie. En ja, dat is een proces aan zich. Als je drie talen door elkaar mixt. En je kunt er twee echt heel erg vloeiend. En eentje komt erbij. Ja, het is wel heel grappig. Er zijn momenten geweest dat ik echt in een Amerikaanse community zat. Waar ik echt heel veel heb geleerd over Costa Rica. En hoe je dingen hier kunt doen. Hè? Die zitten hier al jaren, die mensen, echt gewoon gelijkgestemd dan. Maar ook over hoe het in Amerika gaat. En de Amerikaanse cultuur. Dus dat was al een belevenis aan zich. Maar het was wel grappig. Want naarmate ik zeg maar meer Spaans toevoegde. Mijn hoofd werd gewoon echt één grote mix aan talen. En soms dan kon ik niet eens een woord komen. En dan kreeg ik drie verschillende betekenissen van dat. Dus ook dat is een, ja, ook best een intensief proces. En er zijn wel wat dingen die ik wel gewoon voor mezelf toch wel heb onderschat. En dat is maar goed ook, want anders had ik de stap niet genomen. En achteraf moet je er ook op lachen. Maar vooral voelen, waar wil je zijn? En toch ook wel een beetje avontuurlijk zijn. Ja. En, wat is, ik heb Benjamin van Doorslaar gehad. Hij zit in Panama. Nou, dat is jullie buurland. Ja. Wat is het verschil volgens jou tussen Panama en Costa Rica? Ja, ook dat is een gevoel. Ik ben zelf in Panama geweest, maar dat is al een paar jaar geleden. En op datzelfde moment heb ik ook Colombia bezocht. En op basis van gevoel zou ik bijvoorbeeld eerder kiezen voor Colombia dan voor Panama. Omdat Panama voor mij wat aangelegder of nieuwer, wat westerse voelt. Maar dat is een belevenis. Dat is serieus een gevoel. Voor de ene voelt dat beter dan voor mij. En voor mij voelt het gewoon, ik ben hier ook, ik heb echt ook veel gezien van Costa Rica. Als je bijvoorbeeld naar het gebied bij Nicaragua gaat, Guanacaste. Ja, als je daar komt en je komt bij Lake Arenal en dergelijke, dan heb ik het gevoel dat ik weer meer in Nederland of in Duitsland ben. Want het is wat koeler, het is wat aangelegder, het zijn nette boompjes. En ik zit hier echt midden in de jungle. Ik zit hier echt in het gebied waar de jungle de zee ontmoet. Dus dat is ook een gevoel, weet je. Dus of je nou Panama of Costa Rica of Bulgarije. Het gaat echt over waar word jij zelf heel blij van. En ja, ik word gewoon heel blij. Kijk, Danielle, ik begrijp natuurlijk de verschillen tussen Bulgarije en Costa Rica heel goed. Alleen als mensen, er zijn een aantal blokken, hè, waar mensen naartoe vertrekken. Dat is of Oost-Europa of Zuid-Europa of Zuid-Amerika, Midden-Amerika. Dat zijn in mijn ogen een beetje drie gebieden waar mensen naartoe gaan. Daar hoor ik gewoon heel veel vragen ook over. Ook in de reacties onder mijn YouTube podcast video's. Maar voor mensen is het natuurlijk wel lastig om te zeggen, ga ik nou naar Mexico of ga ik nou naar Costa Rica toe of ga ik naar Panama toe? Ik begrijp heel goed dat een beetje ook dat is weer een beetje, dat kun je dan heel goed vergelijken met elkaar. De klimaat is denk ik hetzelfde. Er wordt overal Spaans gesproken. Wat is het verschil voor jou, behalve het spirituele? Als we kijken naar bijvoorbeeld de coronamaatregelen in de coronatijd. Hoe ging men daarmee om in Costa Rica? Ja, ik heb bij Costa Rica het gevoel van vrijheid. Zij hebben bijvoorbeeld ook geen leger hier. Al jarenlang niet meer, al sinds 1948 niet meer. Als je hier, toen ik in 2021 hier binnenkwam en wij gingen naar San José, wat een grote stad was, er waren een paar coronamaatregelen, waaronder mondkapjes in openbare gebouwen en supermarkten en winkels. En wat daar gebeurde was dat mensen het wel droegen, niet droegen. Als je het niet droeg, niemand vond wat ervan, zei er ook niks van. En er was geen toezicht op. Dus de maatregelen waren er, maar het was meer ceremonieel dan iets anders.
We waren echt de eerste 3 dagen dat wij in 2021 hier waren, waren wij zo overweldigd door menselijk contact. Iedereen sprak met ons, knuffelde, wilde feestjes met ons vieren, eten. Dus dat is een ander verhaal dan ja, waar in Nederland iedereen toch elkaar aansprak op wat allemaal wel mocht en niet mocht. En iedereen had daar een beeld van. Toen ging ik naar het gebied waar ik dus nu zit, hè, ook zit, dus in de jungle. Nou, daar speelde dat al sowieso niet. Dus ze hadden wel wat maatregelen, waaronder ook op een gegeven moment een avondklok om 9 uur. Maar A, trok niet iedereen zich daar wat van aan en daar werd ook geen toezicht op gehouden. En B, de dag is hier gewoon heeft een hele andere indeling. Mensen, het is hier om 5 uur in de ochtend licht. Dus de dag begint om 6 uur voor heel veel mensen. En om 6 uur 's avonds is het hier heel erg donker. Dus ja, zeker in een regenseizoen of wat dan ook. Om 9 uur hoef je niet zo heel erg veel meer op. Tenzij je wilt feesten of zo. Maar dat is een ander hoofdstuk. En dat gold bijvoorbeeld ook voor... Ze hadden nog een andere regel om het verkeer wat minder druk te maken. Hadden ze dat je de ene dag met het nummerbord, met het kenteken mocht rijden. En dan 1 dag niet en 1 dag wel op en af. Ja, en dan halen ze hier gewoon het kenteken eraf. En er is niemand die daar ook maar iets van zegt. Politie is hier ontzettend met mensen. Ze zijn echt aanwezig, maar vooral aanwezig om de openbare orde te bewaken. Dus als je bijvoorbeeld in San José zie je... vooral veel politieagenten op mountainbikes en motoren. En die staan met elkaar te praten en die staan met andere mensen te praten. En zodra er ergens iets is, dan zijn ze razendsnel ter plekke. Maar veel meer gericht op de veiligheid voor iedereen. In plaats van het wat meer... Okay. Nou, dat is wel een groot verschil met Panama, weet ik. Want in Panama waren de coronamaatregelen heel streng. En zijn de mensen echt opgesloten in hun huizen en konden ze er niet uit. En konden ze 2 keer per week eruit de boodschappen te doen. En dat was heel heftig. Dat is een groot verschil dus met Panama. Ja. Ja, maar zo gaat dit met alle regels hier. Hè? Het enige waar wel regels zijn, waar je ook echt het gevoel hebt dat je niet meer in Costa Rica bent. Hè? Dat is bij een bank. Dat is al een belevenis op zich, want als je een bank instapt, het is gewoon 1996 Nederland. Je kunt echt helemaal niets zelf doen, behalve dan een geldautomaat. En dat is dus ook het geëikte, de hele bankhal zit vol. Maar we nemen wel lunchpauze, dus we draaien het bordje om. Ik ben er over een half uur weer. Ja, dat is in Nederland niet meer te bedenken. Maar dat is dus, dat is hier nog wel heel sterk. En dat geldt ook voor... Ook wel weer mooi. Want ik denk wat we hier in Nederland juist ervaren, die snelkookpan. Waardoor er zoveel mensen ook in een burn-out terechtkomen. Omdat alles maar onder druk moet en snel moet. En niemand meer ergens de tijd voor neemt. Vind ik dat juist een heel mooi voorbeeld. Dat als je gewoon in zo'n hal zit en het bordje gaat om. En je kunt gewoon een half uur wachten. Dat is, denk ik, heel goed tegen burn-outs. Nou ja, het is ook, als je naar een bank toe gaat, dan moet je gewoon rekening houden dat je daar 3 uur zit. En je zit daar met heel veel andere mensen ook. En dat is weer een moment waar je weer contact kunt maken met andere mensen. Ja. En zo gaan zij er ook mee om. Ging het vroeger ook hier, ja. Ja, dus het is eigenlijk ook nog weer, dus die sociale functie, die zit daar wel. Ja, en wat natuurlijk, wat wel is, daar heb ik wel, als je de grens overgaat, om je visum te verlengen. Dan kom je ook altijd in een andere sfeer. Nou, net zoals elke douane. Dat is wel, dan moet je wel even weer, zeg maar, alert worden en in je, in je formele zijn. Hoe is dat geregeld met visum en residentie, et cetera?
Ja, er zijn hier verschillende vormen van residentie. Eén vorm die heel bekend is voor waar echt mensen jarenlang mee in Costa Rica leven. Dat is dat je, dat noemen we dan even de eeuwige toerist. Je krijgt je visum, dat is inmiddels 180 dagen, dus een half jaar. En dan binnen een half moet je de grens over voor een border run naar Nicaragua of naar Panama. Of je gaat met het vliegtuig ergens naartoe. En dat betekent dat je eigenlijk Costa Rica uitloopt, Nicaragua ingaat, Nicaragua weer uitgaat en weer teruggaat naar Costa Rica. Een rondje. Panama heeft daar iets andere regels in. Want ja, daar zijn ze soms nogal grillig met wat de eisen zijn op dat moment. Dus dat betekent dat je zomaar 2 nachten moet blijven daar. Of dat er een busticket moet worden gekocht. Of je moet wel alert zijn dat daar wel macht is. En er was nogal een mooi voorbeeld. Ik ging naar Nicaragua en ik had een verkeerd briefje, $20, dat was roze. En die mevrouw wilde het niet aannemen. En ze had al een stempel gezet in mijn paspoort. En ze zegt, je moet maar gewoon gaan wisselen daar ergens in Nicaragua. Ja, dat was natuurlijk niemand die dollars veel kon wisselen bij mij. Het was ook rustig. Dus ik heb uiteindelijk gewisseld voor Nicaragua, geld van Nicaragua. En ik kom terug en ze zegt, ja, nee, maar dat is helemaal prima. Maar kan je niet meer, ik kan dat niet wisselen. Goed, iets wat mij dan $9 zou kosten, dat kostte me dan nu $19. Ja, maar het geld ging wel in het zakje. Ja. Ja, dus het is een avontuur, af en toe. Oh ja, dus dat is één visa, hè? Dus de eeuwige toerist. Dan is er nog een mogelijkheid. Kijk, Costa Rica wil graag dat er geïnvesteerd wordt door buitenlanders hier voor werkgelegenheid en ook inkomen. Want Costa Rica heeft zelf niet een veelheid aan industrieën. Dus zij zijn heel soepel met deze toeristenvisum. Maar je kunt bijvoorbeeld ook, als je digital nomad bent, je moet dan aantonen dat je, ik geloof, $3,000 of $2,000 dollar per maand verdient. En dan krijg je een visum voor 2 jaar. En dan is er nog het visum waar je, zeg maar, investeert hier. Dus daadwerkelijk property koopt en een residentie aanvraagt. En dat betekent dat je daarvoor moet betalen. Het bedrag ken ik niet helemaal uit mijn hoofd, maar het is niet goedkoop. Ongeveer? Weet je ongeveer? Ja, ik geloof dat het 2 jaar geleden was het iets van 130.000 euro of zo. Dan moet je iets kopen van dat bedrag. Nou, dit was om het residentie te krijgen. De residentie te krijgen. Maar ik heb ook al gehoord dat er mensen zijn die dus geen eigendom hier hebben. Ook dat is een jungle in dit land. Want de ene zegt dit, de ander zegt dat. En je moet echt wel goed eigenlijk zelf dingen beleven. En ik heb ook mensen gezien die dan een residentie hebben waar ze dan x bedrag per maand betalen. Waar ze dan geen eigendom in dit land hebben. Maar wel bijvoorbeeld, het geeft je recht op bepaalde verzekeringen. En het geeft je recht op, een abonnement voor de telefoon en dat soort dingen. Maar er zijn vele vormen en maten. Maar je moet het goed uitzoeken. En nooit zomaar of iemand uit laten zoeken. Ik denk altijd, dat soort dingen moet je gewoon uit laten zoeken. Ja, nou ja. Er zijn gewoon bedrijven voor. Ja. Want dan kun je ook gebruik maken van de zorg en onderwijs en dat soort dingen. Hoe is dat geregeld? Ja. Nou ja, in principe is hier, als jij hier bent en jou overkomt wat, en jij moet naar het ziekenhuis en je bent die eeuwige toerist en je hebt gewoon een geldig visum, hè, want daar kijken ze op dat moment wel naar. Ik ken namelijk ook mensen die gewoon de grens niet meer overgaan, of veel later, of het gewoon een beetje laten lopen.
Ja, dat is gewoon niet handig, want dan kom je echt voor serieuze ziektekosten te staan. En je kunt gewoon gebruik maken van de ziekenzorg door je ziektekostenverzekering te regelen. En dat kan je doen door je dat in Nederland te houden, als je daar nog zeg maar ingeschreven staat. Of een internationale ziektekostenverzekering. En hoe is die zorg dan als je daar in een ziekenhuis terechtkomt? Hoe is het geregeld? Ja, ik heb één ervaring, want ik ben met mijn buurvrouw naar het ziekenhuis geweest en zij moest daar een onderzoek. En het was ongelooflijk professioneel. En snel en ook heel zorgvuldig. Maar ook dan is het handig dat je Spaans kunt. Dat denk ik sowieso ook voor je sociale contacten. Als je op wil gaan in het land en onder de bevolking, ja, dan is het denk ik sowieso wel raadzaam om Spaans te kunnen spreken. Ja. Ja, en wat mooi is aan de Costa Ricanen, dit is een perfect land om ook Spaans te leren, hè, want zij spreken niet ongelooflijk snel. Als je bijvoorbeeld in Spanje bent, daar wordt veel sneller Spaans gesproken dan hier. En wat zij ook doen, en dat is wel erg mooi, omdat ze het heel cool vinden dat jij Spaans leert, corrigeren ze je ook op een hele mooie manier als je iets fout zegt, zodat je het ook op een goede wijze leert. En nou ja, nog even, want je had het nog net over Costa Rica als land en als sfeer, hè? Er is hier geen klasseindeling. Geen formele klasseindeling. Zoals wij dat kennen, de lage de arbeidsklasse en de middenklasse, en dat is hier formeel niet. En wordt soms wel geprobeerd om dat hier te introduceren door bijvoorbeeld Amerikanen die hier geld hebben, hè? Maar dat lukt gewoon niet. Het is, Costa Ricanen zijn daar gewoon totaal niet gevoelig voor. Iedereen leeft met elkaar en met de omgeving en met de natuur. En er is geen body shame. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet. Niemand interesseert het. Of jij nou dik, dun, blond, paars. Het is... dat is ook iets wat mij enorm aanspreekt. Ja, ja. Hey, jij hebt een businessmodel ontwikkeld. Wat is dat precies en doe je daar ook iets mee vanuit Costa Rica? Ja, ja, ik heb een businessmodel ontwikkeld en dat heet The Freedom Experience. En dat heb ik ontwikkeld ten tijde van mijn pad van 10 jaar. En dat heeft een methode. En dat betekent eigenlijk dat je voor jezelf de definitie van vrijheid bepaalt. Wat is voor jou vrijheid? Hè? Want het is voor iedereen is dat anders. Dus dat is je eigen anker. Vervolgens analyseer je je leven op 7 onderwerpen. De 7 belangrijkste onderwerpen in het leven. Waar ben je tevreden over? Waar ben je niet tevreden over? Wat zou je graag anders willen? Dat is zeg maar de gap analysis. Hè, van hoe kom ik van dit moment naar je vrije en zorgeloze leven, zoals jij dat gedefinieerd hebt. En ik heb om daar te komen, zeg maar, ja, gewoon een enorme toolbox met methodes. Als het gaat over self-healing, programmaherkenning, van je angst afkomen. Kan dus heel erg veel, zeg maar. Het is wel maatwerk. Want wat jij nodig hebt, heeft iemand anders niet nodig. Nou, dat programma, zeg maar, dat noem ik dan de Freedom Experience. En dat geef ik op verschillende wijzen. Dus organiseer ik online voor mensen die, zeg maar, een fast track willen. In eerste instantie. In 30 dagen. En ook de Freedom Experience daadwerkelijk hier in Costa Rica. Waar we ook gewoon dingen gaan doen die best spannend soms kunnen zijn. Want mensen vragen voor wie is dat dan? Voor wie doe je dat?
Is dat voor mensen die niet goed weten hoe ze een volgende stap moeten zetten? Ik doe dat voornamelijk voor de mensen die de vrijheid willen creëren voor, vanuit zichzelf. Mijn doelgroep is wel wat meer, laten we even zeggen, de zakelijke, de ondernemende ondernemers of ondernemende mensen. Want daar resoneer ik het beste mee. Het is ook niet bedoeld om liefde en licht en dan gaan we op een matje zitten en dan is de hele wereld mooi en dan dus het gaat wel echt over hoe kan je je eigen leven zo op een manier inrichten dat je ook echt dat daadwerkelijk redelijk angstvrij je vrij kunt maken uit de dingen waar jij niet mee wilt zitten of mee kan engageren waar jij goed mee voelt, bijvoorbeeld. Dus laten we het even in toch wat meer de 40er, 50er en ouder die op het punt staat om die niet helemaal gelukkig is met zijn eigen of haar eigen. Ja, nou ja, kijk, nogmaals even terug te komen op de masterclass 12 april. Het onderwerp of de rode draad van het programma is het vertrekken uit Nederland. En hoe kun je daar nu eigenlijk nu al op voorbereiden? Wat voor voorzorgsmaatregelen kun je treffen, zowel persoonlijk als met je bedrijf? En ik merk gewoon ook wel in de podcast dat er gewoon heel veel mensen zijn die zijn erover aan het nadenken, die willen wel, die voelen wel iets, maar ze komen er eigenlijk niet goed uit om die stap te zetten. En daarom is er ook zo'n onwijze grote behoefte aan informatie op dit gebied. Omdat mensen wel willen, maar ze hebben gewoon even hulp nodig om die stap te zetten. Ja, nou ja, bijvoorbeeld, hoe ga je je leven opnieuw? Kijk, als jij gaat naar een ander land gaat wonen, dan gaat het niet alleen maar over of je weet wat de zakelijke dingen, hoe de zakelijke dingen hier geregeld zijn. Het gaat ook over, je moet misschien wel anders naar dingen kijken. Je moet flexibel zijn. Je weet niet wat je tegenkomt. Je komt in een compleet andere, dus avontuurlijk zijn en wat meer angstvrij. Dat is ook een onderdeel van gaan emigreren of in een ander land wonen. En natuurlijk zijn er vele vormen van in een ander land wonen. En daar is ook helemaal niks mis mee. Maar voor mij gaat het echt over, mijn doelgroep is echt de mensen die een stapje verder willen en zichzelf ook echt wat meer vrij willen maken in zichzelf. In zichzelf? Ja. En hoe bedoel je dat? Nou, ik heb bijvoorbeeld wel eens dat hier heel vaak wordt gevraagd van, wat zijn nou jouw grootste, wat is nou het grootste gevaar in Costa Rica? Het grootste gevaar in Costa Rica is de natuur. Je kunt nog allerlei andere dingen bedenken, maar dit is de natuur is hier gewoon grillig. Als het regent, kunnen er wegen weg worden gevaagd. Er kunnen bomen om worden gewaaid, omvallen en noem maar op. En je moet dus, je kunt niet met je Nederlandse bril hier naartoe gaan en denken, ik ga het leven gewoon zo verder leven, maar dan in een ander land. Zo werkt het gewoon niet. Dus het gaat ook wel echt over, je loopt ook gewoon tegen jezelf aan. Ik dacht dat je dat wilde zeggen, het grootste gevaar bij jezelf. Ja, in a way is dat ook zo, maar dan heb ik het even over het gevaar wat van buiten komt. Ja. Mensen leven hier met dieren. Dus alles wat je maar kunt bedenken, loopt hier in de jungle en op straat en in je huis. En wat zie je zoal dan? Wat zie je allemaal om je heen lopen? Wat krioelt er allemaal? Nou, ik heb nog steeds niet zo'n goede verhouding met muggen. Dat is een beetje jammer. Ik krijg ze nog niet. Ik krijg de uitonderhandeling nog niet helemaal goed dat ze me wat minder gaan steken. Maar even zonder gekheid.
ja, slos, luiaards, sloths in bomen, hoe dat? Lizards op de straat, apen, toekans, allerlei soorten vogels. Nou, en dan nog alles wat er in de zee ook nog zeg maar aanwezig is aan walvissen en grote schildpadden. En ja, er is hier, als het gaat over natuurschoon, echt heel veel te zien. Heb je nog enge beesten in je huis rondlopen? Ja, wat is eng, hè? Ja, slangen, spinnen. Ja, nou, een slang, daar ben ik dan gelukkig nog niet tegen aangelopen dat hier in mijn huis zit dan. Maar ja, ja, ik ga me daar bijvoorbeeld ook maar niet heel druk over maken. Want ik, ja, volgens mij is het enige wat je kunt doen is gewoon rustig blijven dan. En vooral, maar het is niet dat je iedere dag een grote spin in je aanrecht bak ziet zitten. Nee, maar Costa Rica heeft de locaties waar ik zeg maar heb gewoond en woon, die zijn gewoon allemaal heel schoon en heel, die worden ook schoongemaakt. En ja, weet je, mensen zijn hier wel heel erg hygiënisch. Ja, oké. Okay. En dat geldt ook voor de huizen. Het is niet een, wat mij ook aansprak aan Costa Rica is dat ik niet, kijk, je kunt hier gewoon naar de kapper, je kunt hier gewoon naar een nagelstylist als je dat zou willen, weet je. Het is niet zo dat ik naar een of ander lokaal marktje moet om een verf moet kopen om mijn eigen haar te doen of wat dan ook. Het is wel echt een mix tussen ja, leven in een ander, in Centraal-Amerika. Want dat is het formeel. Maar toch niet in een heel primitief land. Ik kan me voorstellen dat het een groot verschil is of je nou in de stad zit, of in de hoofdstad zit, of ergens in de jungle zit. Ja, dat is, kijk, als je in, nou ja, als je naar de hoofdstad kijkt, hè, dus San José, en ik zit dan dichtbij San Isidro de General. Dat is echt wel een Costa Ricaanse plaats, hè? Met goede winkels, goede voorzieningen, maar wel voornamelijk Costa Ricaans. Dus als ik daar, zeg maar, als ik kleren wil kopen, dan ga ik daar naartoe, want dan kan ik dezelfde kleren kopen dan hier, waar ik wat in een toeristischer gebied zit. Ja, wat gewoon de helft van de prijs duurder is. Ja, en daar in dat soort gebieden, in die steden, heb je waarschijnlijk geen massage en sauna's en weet je, wat meer de toeristische. Dus ik zit wel echt in een gebied, ja, waar gewoon heel veel buitenlanders wonen. Hey, dus als ik 5G-masten noem, of chemtrails, wat zeg jij dan? Chemtrails zijn, heb ik hier nog niet gezien. Het is eigenlijk altijd, nou, een grijze lucht als het wat, ja, als de regenperiode is. En nu, ik heb echt de mooiste wolken, ja, constellaties die je maar kunt bedenken. En dus dat is hier absoluut niet. 5G-masten, er is hier goed internet, maar ik heb 5G nog niet kunnen ontdekken. Het is 4G. Maar ik heb niet de illusie dat dat niet gaat komen. Daar heb ik niet. En ik heb niet. En de CBDC versus contant geld? Mm-hmm. Versus. Wat voor munteenheid heb je daar? Colones. Colones. Ja. Si. Colones. Ja, in principe betaal je hier gewoon contant overal. Ja. Of dat nou in dollars is of in colones. En je kunt op sommige plekken kun je met een creditcard betalen en digitaal. Maar ja. Costa Rica is nog lang niet toe aan alle geld digitaliseren. Ik denk ook heel eerlijk dat als ik even gewoon het heel simpel bekijken. Ik denk ook niet dat iedereen hier geregistreerd staat.
Er zijn hier ook gewoon gebieden waar je nog kunt zijn waar je geen bereik hebt. Waar echt niemand je gaat vinden als je daar verdwaalt. Offline en off-grid. Ja, dus dat kan allemaal. En er zijn ook mensen die dat hier doen hoor. Die dus zelfvoorzienend hun huizen inrichten. En ze vinden het allemaal prima waarschijnlijk. Costa Ricanen zijn niet zo moeilijk. Die doen dat, die vinden heel veel prima, ja. Ja, ja. Dat idee krijg ik al een beetje. En dat kent ook wel wat andere vormen, hè. Dus als je bijvoorbeeld, ik heb dan een tijdje echt wel in een beetje een feestcommunity gezeten. Waar elke dag, waar je mensen tegenkomt die niks anders doen dan de hele dag drinken en allerlei vormen wiet en drugs door elkaar gebruiken. En dan even zo leuk ook achter het stuur gaan hier. Ja, je moet wel rekening houden dat jij ook deelneemt aan dat voor verkeer, weet je. Dus ook al is het allemaal redelijk vrij en is er niet zo heel veel controle. Er zijn natuurlijk wel gewoon consequenties voor dat soort dingen. Oké, en off-grid leven is natuurlijk helemaal appeltje-eitje, want het eten valt gewoon van de boom af. Ja, er groeit hier echt van alles. Van vruchten die ik echt nog nooit van mijn leven had gegeten. Maar ook als je hier zeg maar door de langs de rivier loopt en dan zie je cacaoplanten. In principe zou iedereen hier gewoon. Stel dat er echt een of andere crisis zou komen, dan is de natuur hier zeer voorzienend. En wat je hier veel ziet, en dat is wel erg mooi, hier op de berg, daar worden echt hele gave, soort van Balinese huizen gebouwd. Hè? Echt wel groot, maar ook goed over nagedacht qua temperatuur, waar gaat de wind door? Want je leeft hier in principe gewoon buiten. Maar daar wordt ook gewoon gezorgd dat het water lokaal wordt geregeld. Het meeste water is hier ook lokaal geregeld. Hè. Het is allemaal schoon water. Je kunt hier gewoon water uit de kraan drinken. Maar ook dat er met elkaar de weg waar iedereen gebruik van maakt, die daar woont, dat die wordt aangelegd en wordt bijgehouden. Dan gaan mensen geld bij elkaar doen en zorgen dat het voor elkaar komt. Dus off-grid, ja, er zijn allerlei vormen om dat te organiseren. De mogelijkheden zijn talloos. Ja. Heb jij tips voor mensen die kijken en die aan het nadenken zijn om te vertrekken uit Nederland en willen kiezen voor een ander land? Wat voor tips heb je? Volgens mij voor de eerste tip is: waarom doe je het? Als je het in Nederland niet heel fijn vindt of je wilt weg uit Nederland, denk dan ook gewoon goed na over waar je terechtkomt. Of je niet met dezelfde dingen te maken hebt, dat lijkt me gewoon eigenlijk de eerste basis. Ten tweede, ik zou zelf niet zo heel snel kiezen om ergens meteen iets te kopen of meteen mij te settelen. Omdat ik merk, wat ik heb gemerkt is dat ik, als ik dan even kijk naar mijn eigen proces, ik heb nu in de afgelopen 10 maanden 3 huizen gehad. En gewoon om ook even te kijken van waar wil ik zijn, wat zijn de voordelen, wat zijn de nadelen. En dat kan je niet als je overal, zeg maar, als je meteen al wat koopt. Ja, en vooral ga ontdekken, ga veel plekken bezoeken. Praat met de lokale bevolking. Praat ook met mensen die daar wonen die uit het buitenland komen. Want ik heb enorm veel geleerd van de hele Amerikaanse community die hier woont. Ik heb echt dingen geleerd die ik nooit had kunnen weten vanuit internet of. Hoe zit het met de Nederlandse community in Costa Rica? Ja, dat is wel heel interessant. Want ik heb eigenlijk heel weinig Nederlanders ontmoet. Maar dat wil niet zeggen dat ze er niet zijn. Ik heb er. En degene die ik heb ontmoet, dat is wel heel cool. Die hebben ook echt wel iets gaafs opgezet.
echt wel, iets wat duurzaam is. Hè? Waar ik het net over had, ik heb heel veel Amerikanen ontmoet die er eigenlijk alleen maar hun tijd, een leuke tijd hebben. Hè? En dan nog van een pensioen leven of wat onroerend goed verhuren. Maar de Nederlanders die ik heb ontmoet, die hebben echt wel serieus gewoon business hier opgezet. En ook echt wat goed loopt. En dat is hier niet, hier heb ik dus niet veel Nederlanders ontmoet. Maar het schijnt dat er in Guanacaste bijvoorbeeld wel veel Nederlanders zijn. Maar ik heb ze zelf niet, ik ben ze niet tegengekomen, laat ik het zo zeggen. Ik krijg wel eens de opmerking bij YouTube, bij reacties. Van god Pim, kan je niet eens een keer een podcast maken met iemand over een land waar je ook met een wat kleiner inkomen terecht kan? Mensen hebben het idee dat er altijd maar mensen komen die heel veel poen hebben. En dat het allemaal heel duur moet zijn. Hoe is het leven daar, het levensonderhoud? En wat heb je nodig om daar te kunnen leven? Eigenlijk alleen je hebt een vliegticket natuurlijk nodig. Laat ik het gewoon even over budget hebben. Weet je, dat is misschien het meest makkelijke. Costa Rica kun je zo duur en zo goedkoop maken als je wilt. Het openbaar vervoer is hier redelijk goed geregeld. Maar dan hebben we het wel over het openbaar vervoer in de officiële wegen. Dus wat de Costa Ricanen ook gebruiken. Dat kost echt helemaal niets. Dat is echt gewoon heel goedkoop. Je komt overal. Met een auto huren is hier wel wat is hier prijzig. Ook omdat auto's hier gewoon heel veel onderhoud en heel veel. Er is altijd wat met die auto's hier. Door het klimaat. En, je kunt hier dingen huren voor, $400, $500. Waarin jouw huizen, appartementen, studio's. Want... Nou, dan heb je het over studio's, appartementen. Ligt eraan in welke plek je zit. Maar ze worden vaak schoongemaakt. Je was wordt gedaan. Het is inclusief water, wifi, et cetera. Dus dan ben je ook gewoon klaar voor dat geld. En je kunt hier fantastische huizen huren die echt met een geweldig uitzicht en vier kamers en hartstikke modern op een berg met zwembad. Ja, dan ben je $1,500, $2,000 kwijt. Euro of dollar maakt het niet zo heel veel uit. Mm-hmm. Dus dat is zijn zeg maar je maandelijkse kosten. Vaste lasten, ja. Vaste lasten. Ja, en eten, dat is ook een beetje wat je er zelf van maakt. Ik vind de supermarkt, de Westerse supermarkt noem ik dat maar even, die hier zit. Die is in 2 jaar echt fors duurder geworden. Ik denk dat heel veel producten in die supermarkt duurder zijn dan in Nederland. Oké. Costa Rica is geen goedkoop land wanneer het gaat over consumptie. Maar ook dat ligt eraan. Hè. Ga je naar een lokaal marktje of een lokaal huis waar mensen eten verkopen. Dan betaal je veel minder dan als je het officieel in de supermarkt koopt. Is het ook nog veel verser. Maar die plekken moet je zeg maar weten te vinden. Ja, en voor mij alleen is het als ik een beetje... ik hou van goed eten. Goede vis en groenten en dergelijke. Ja, dan is het eigenlijk goedkoper om te gaan uiteten. Oh ja? Ja. Ja. Ja, ik ben met... als ik nu goede dingen in de supermarkt koop, ben ik duurder uit dan als ik ergens in een goed restaurant zit. Dus ja, je kunt het zo duur en zo goedkoop maken als je wilt. Ja. Goed, maar de huur is dus redelijk goedkoop. Hè? Voor een studioappartement rond de €500. Dat is niet duur. Ja. Ja. Daar kom je in Nederland nergens meer voor. Mijn levensonderhoud hier is echt veel goedkoper dan dat het in Nederland zou zijn in dezelfde situatie. Want ik heb alles voor het geld wat ik zeg maar maandelijks afdraag.
Tegelijkertijd vind je die plekken ook veel beter als je netwerk hebt. En ik heb wel serieus netwerk hier inmiddels gecreëerd. En ja, als je bijvoorbeeld naar... je bent hier ook gewoon een wandelende portemonnee. Ik zal daar ook niet omheen draaien. Dat betekent ook gewoon dat wanneer waar jij ergens komt... dat Costa Ricanen ook gewoon denken van... Oké, daar zit geld, dus... We gaan even kijken. En heel mooi voorbeeld. De eerste keer dat ik naar de kapper ging, had ik mijn eigen verf uit Nederland bij mij. En het kostte een bedrag. En vervolgens ging zij die verf voor mij kopen. En toen wilde ze me de volgende keer de dubbele laten betalen. Daar moet je heel strak in zijn dat geen weg is. Want als je dat doet, betaal je dat dubbele altijd. En dan kom je ook niet meer vanaf. Dus je moet ook wel een klein beetje, op een gegeven moment een beetje onderzoeken. Maar ook gewoon ergens je grenzen zetten. Zeker als je hier woont. Danielle, ik wil jou enorm bedanken voor dit prachtige, waardevolle interview. Ik weet zeker dat je weer heel veel mensen, inclusief mijzelf, toch al positief hebt verrast. Ik heb een heel mooi beeld gekregen. Wat zeg je? Waarom is het positief? Nou, waarom heb je mij positief verrast over Costa Rica? Met name denk ik de zachtheid van het land ten aanzien van de overheid en de omgang met de mensen. En dat is toch wel iets wat we hier heel erg missen en waar we toch wel heel erg naar op zoek zijn. De menselijke maat en helemaal de omgang tussen overheid en bevolking. En zoals jij dat schetst, dat er is geen leger. Politie is er ook nog echt om de mensen te helpen. Maatregelen worden eigenlijk een beetje voor de show gehandhaafd. Ja, dat komt mij toch wel heel erg positief klinkt het in mijn oren. Ja, en dan vooral ook dat ik merk dat er geen oordelen over andere mensen zijn. Hè, als je kijkt bijvoorbeeld, als er in de bar iemand heel dronken is. En die doet een keer iets wat, die schiet uit de bocht door taalgebruik of weet ik veel. En die zegt, sorry, de volgende dag zal niemand het daar meer over hebben. Het is daarmee dan ook afgesloten. Hetzelfde geldt, iemand staat voor je, die kan niet betalen, want die heeft niet voldoende, die heeft zijn portemonnee vergeten of wat dan ook. Mensen begeven het gewoon. Het zit hier veel meer nog... Medemenselijkheid. Veel meer in echte liefde voor elkaar, leven met elkaar. Delen. Vooral samen. En er is nog wel één ding wat nog wel belangrijk is als je hier een plek gaat zoeken. Costa Ricanen zijn nogal luid van zichzelf. Dus, niet lui, maar luid. Luid. Je kunt zomaar ergens terechtkomen waar om 6:00 ochtends een kerkdienst heel hard op de radio staat of een salsa muziek wordt gedraaid of om in de avond karaoke in een huis wordt. Nobody cares, weet je? Dus als je op zoek bent naar rust en een hele rustige plek, moet je wel goed opletten waar je gaat wonen. Oké. Nou, goede tip. Dankjewel, Danielle. Dankjewel dat ik je positief heb verrast. Ja. Ik richt me even dankjewel tot de kijkers. Jullie allemaal bedankt voor het kijken, wederom. Deze waardevolle, mooie, informatieve podcast. Ik weet dat er een hoop mensen kijken die ook ondernemer zijn en die erover nadenken om te vertrekken. Ik zou jullie echt allemaal willen adviseren om eens naar de website te gaan. MVO2024.nl. Op 12 april hebben we dus die masterclass. Er zijn nog kaarten te koop. Kijk naar de sprekers die er komen, naar de onderwerpen. Bob de Wit komt onder andere ook spreken. Professor Bob de Wit, hij is van Nijenrode. Hij komt vertellen hoe hij aankijkt tegen de aankomende tijd. Dat hij ook wel vindt dat het misschien wel eens beter zou kunnen zijn om een tijdje weg te gaan naar een ander land. Maar zegt hij, kom dan wel terug naar Nederland als de storm voorbij is. Want we hebben ondernemers wel nodig om het land weer op te bouwen.
Als de storm is gaan liggen. Dus ga naar de website. Kijk eens naar het programma, naar de sprekers. En bestel tijdig je kaart. Nu nog met vroegboekkorting. Volgende week gaan we praten met Marije Dekker. Zij zit in Spanje, in Galicië, wel te verstaan. Noordwestpuntje. Ze heeft een heel mooi verhaal over waarom ze daar zit. Daar in Spanje. Want de meeste mensen, als ze over Spanje denken, denken toch vaak aan de Costa's. Zij heeft gekozen voor een andere plek. Ik heb ook foto's al voorbij zien komen. Ziet er prachtig uit. En zij heeft mij heel erg positief verbaasd over dat stuk. Dus ik denk jullie ook. Tot volgende week. Bedankt voor het kijken.